Hallo kijkers, welkom op Planet Michel. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Planet Coke. Ik heb een paar jaar geleden van mijn vrienden Moshe en Ghana, die 2 jaar geleden naar Israël zijn verhuisd, een keer dit boek gekregen voor mijn verjaardag. Dit is de mini-bijbel Joodse keuken. En ik heb er wel regelmatig dingen uitgekookt. En ik vind het onwijs leuk ook. Ik ben gek op de Israëlische en Midden-Oosterse keuken, omdat ik er ook regelmatig kom. En dit is een manier om een beetje thuis te geraken in die gerechten door ze zelf te maken. Ik ga af en toe gewoon voor Planet Coke een gerecht maken uit dit boek. Vandaag maak ik baba ganoush. Ik zal hem even opzoeken en laten zien. Baba ganoush is een aubergine dip die je lekker op tafel kan zetten met shabbat of met weet ik veel wat voor maaltijd. Je kunt het lekker eten met pita brood. Het is super lekker. Denk een beetje aan hummus. Dat eet je ook met pita brood meestal, maar dan iets anders. Er gaat ook tahini in, wat ook het hoofdbestanddeel van hummus is, maar het smaakt totaal anders, omdat het van aubergine is gemaakt. Nou mensen, ik heb het nog nooit gemaakt, dus ik hoop dat het gaat lukken. Gaan jullie mee naar de keuken? We hebben nodig 2 middelgrote aubergines, 2 tot 4 teentjes knoflook, het sap van een hele citroen, 5 tot 6 eetlepels tahini, dat is sesampasta, gemalen komijnzaad, oftewel jinten, naar smaak. Zout naar smaak. En voor de garnering koriander en olijven. Laten we gauw beginnen. Oké, dan gaan we als eerste de aubergines roosteren. En dat doen we als volgt. Dan roosteren onder regelmatig keren totdat ze inkrimpen. Kijk, ze beginnen open te barsten nu. Dat duurt niet lang meer. Klaar. Vervolgens doe je de aubergines in een afsluitbare bak of in een zak. Nou, ze moeten nu een uur afkoelen ongeveer, maar dat vind ik te lang duren, dus ik gooi ze even in mijn 3-sterren vriezer beneden, dan is het binnen 10 minuten gepiept. Nou, de aubergine is dan afgekoeld. Vervolgens ga je ze ontvellen. Dat is het meeste werk van dit hele recept, want het valt wel mee. Nou, dan snij ik de aubergine wat kleinere stukken. Dan malen we als eerste de knoflook in de keukenmachine. Dan gaat de tahini erbij. Dan het citroensap erbij. Nou, hij is nog niet dun genoeg, dus ik doe er nog wat citroensap uit een flesje bij. Klein beetje water voor de smeuïgheid. Juist. De aubergines erbij. Proeven. Zo. En nu het zout en de komijn erbij. Beetje spelen met de smaak. Even proeven of die goed is. Oh, het ruikt fantastisch. Nou, die is helemaal top. Ganoush, ben benieuwd. Het smaakt echt bijna precies zoals in Israël. Niet slecht voor een eerste keer. Super gezond ook dit trouwens. Oh, je kan er ook nog wat olie overheen gieten, dat ben ik vergeten. Nou mensen, vonden jullie deze video leuk? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen, een leuke reactie te schrijven, of te abonneren eventueel, of niet. Ik vind het sowieso leuk dat je kijkt.
Fijne dag en tot de volgende video. Doei!